Toen ging ik verkleed als heks met zijn mooie neus en pukkel en zijn hoed. Was je toen wel verkleed? Nee. Nou! Hey allemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik met Kiki. En Kiki is een goede vriendin van mij die ik echt al heel lang ken. En daarom gaan we vandaag een hele leuke tag doen met allemaal throwbacks. Met foto's, verhalen, want we hebben veel meegemaakt. En die heet de... Throwback tag. Nou, laten we snel beginnen. Hebben jullie foto's van jezelf van vroeger toen jullie klein waren? Nou, we hebben genoeg foto's. En ze zouden hier in beeld komen en we zullen er wat kort over vertellen. Deze foto van Marie gesminkt. En wat nog meer? Het ziet er echt niet uit. Nou, ik was er volgens mij een uil. Ik denk een bij. Nee, een uil. Want jij was de fan van uilen door Elise van Soep, toch? Ja, ik was verkleed als een uil. Maar het leek net of ik een ziekte bij mijn ogen heb. Maar dat is niet zo. Oh, ik weet het nog. Dit was een foto toen we gingen paardrijden. Of een partijtje van een vriendin van ons. En weet je nog dat wij daarna echt op paardrijden wilden? Maar dat we dat nooit hebben gedaan. Oh ja, nou beter voor die paarden. Staat er op mijn arm. Jasmijn! Ah! Oh my god! Waarom? En jij? Elise! Dit is een foto. En toen hadden we echt... Ik weet niet, dat was volgens mij gewoon bij zo'n feest in onze buurt of zo. En toen werden we gesminkt op ons arm. Wilde ik Jasmijn heten? Weet je dat? Ik weet het echt niet meer. Ik ook niet, maar jij... Sowieso Elise staat hier. Ja, van Soep. Want Kiki en ik waren altijd helemaal fan van Soep. Echt niet normaal, ja. Echt, Kiki had vooral ook echt alle spullen. Wat echt sick. Ja, dat is echt erg. We zagen er echt raar uit. Ook deze foto. Even voor onze haren. Mijn pony. Jouw lok? Lok ja, was er helemaal in. Die pony van mij. Zie je hoe dat is geknipt? In een rondje. Vlakjes eruit. En de volgende vraag. Welke tv-show keek je als kind? Nou, daar hadden we het dus net al over. Ja, precies. Kiki en ik waren echt samen fan van echt twee programma's heel erg. Soep. Soep en Huis Anubis. Ja, echt, vooral Soep. Het was echt vooral geweldig. Soep. Ja, echt Soep. Wij wilden dat altijd naspelen. Wij wilden dat zijn. Kiki wilde al, wie wilde jij zijn? Elise. Elise en ik, Sira. Nou, het komt hier even in beeld wie dat waren. Echt. Ik snap nog steeds niet waarom. Nee, ik het was niet. Echt geweldig. We hebben al die films gekeken. Echt, ik had ook alles ervan. Dat ja. Was erg. En Huis Anubis, daar heb ik nog steeds ook een dekbed van. En ja. Ik wil geen speld meer horen vallen. Weet je Victor, nou? Ja, dat wil ik. Trudy met die puist. Oké, de volgende vraag. Wat wilde je vroeger worden als je later groot was? Nou, daar hebben wij een verhaal over. Want, oh ja. Oh. Ja, want Kiki keek altijd GTS-T. Was ook en, obsessed door. Ja, maar ja, waar was je niet waar obsessed door? Waar was je niet obsessed door, precies. En daar hadden ze altijd een sapjesbar en een kapsalon. En dat wilden wij ook heel graag. Kiki wilde dus kapster worden. En ik wilde dan de sapjesbar doen. En dan hadden wij samen een bedrijfje. Ja. En dan konden mensen daar sapjes gaan drinken als ze bij de kapper zaten. Ja, wat erg. Zie je dat voor je, als ze dat nu al hadden gehad? Nee. Nee. Echt niet hoor. De volgende vraag is, wat is jullie favoriete speelgoed toen jullie een kind waren? Ja, Pet Shop, sowieso. Ja, Pet Shops. Daar hebben wij echt vaak mee gespeeld samen, denk ik. Met van die diertjes. En die plastic dieren, met zo'n heel groot hoofdje. Ja, zo'n biebelhoofdje, Al hele huizen ook van en zo. En wat, daar had je ook zo'n dingetje van. Jij denkt, zo'n speelcomputertje. En dan kon je het aan elkaar koppelen. Die heb ik nog steeds. En dan kon je zo'n drink geven. Ja, ik volgens mij ook. Ik zal er een foto van in beeld. En dat was echt geweldig. Oh my god. En met wat speelden wij nog meer? De DS. Dat was echt helemaal het. Wij gingen een keertje met Kiki logeren. En toen DS'en. Tot 4 uur 's nachts. Toen gingen we stiekem onder de deken als Kiki de moeder kwam. Oh, toen gingen we helemaal erg, Toen gingen we, hoe heet dat spel? Mario Party. Dan moest je van die spelletjes doen, dan moest je ook blazen met die kaars. Oh ja, dan moest je allemaal dingen, van die kleine minigames. Joh. Wat is het meest gênante wat je ooit hebt gedaan? Nou ja, ik was dus eigenlijk best wel een braaf kind. Nog steeds. Kamer zat, misschien wel. Kiki niet. Maar we hebben niet echt iets gênants. Maar wat we wel hadden, wij deden vroeger altijd mee aan de Laura. Dat was een fietstocht van hele 40 week. 40 kilometer of zo per dag. Ja. Soms regende het super hard, maar wij gingen ervoor, want wij waren die echte bikkels natuurlijk. En daar was ook altijd een man. Vertel jij even over. Oh ja, we hadden ook een man ontmoet daar. Dat was een mannetje, een heel oud mannetje of zo. En hoe heet dat? Hij heette dus meneer Sprietje volgens ons. Ja, want het was heel lang. Echt heel dun en ook een hele enge neus. Zo'n scherpe neus met een vieze snotdruppel eraan of zo. Was heel vies. Altijd. Ja, maar die noemde dus meneer Sprietje en die was overal nergens. Ja, we kwamen niet altijd tegen. Het was echt eng gewoon. Zeg alsof een geest. Lees iets voor wat je hebt geschreven toen je kleuter was. Ik hield niet echt altijd een dagboek bij, want ik heb het wel eens geprobeerd. En nu is het 1 dag vol, wat waarschijnlijk iedereen heeft gehad. Maar Kiki? Ja, ik was echt into mijn dagboek. Ik heb echt heel lang dagboeken geschreven, zeg maar. Het was echt niet normaal. Ja, totdat mijn schoonmaker me in de wasmachine heeft gegooid. Maar voor de rest schreef ik echt bijna elke dag mijn dagboek. Ja, en daar heeft Kiki pas nog wat van teruggevonden. En dan heeft ze naar mij gewhatsappt. Heel grappig. Mag je even voorlezen. Okay. Vandaag was het weer een doodgewone saaie schooldag. We moesten heel veel werken, echt zo oneerlijk. En daarna we moesten ook nog aan ons kinderboekenweekproject verder werken.
Dat was echt niet leuk. Daarna ging ik nog wel iets leuks doen en ging ik met Mandy spelen. We gingen met de walkie-talkie spelen. Vet grappig. Haha, man. Echt niet te geloven. Want we hebben ook nog een ander walkie-talkie verhaal. Kiki woont zeg maar best wel dichtbij mij. Maar ook weer een soort van te ver weg voor een walkie-talkie. Dus ja, wij dachten, weet je, ik neem een walkie-talkie mee in bed. En Kiki neemt er eentje mee in bed. Dan dat kunnen we s'avonds mee in bed. Maar dan kunnen we s'avonds praten. Ja. En dus wij probeerden dat, maar ja, natuurlijk was het niet gelukt. Dom. Drie liedjes die je als kind geweldig vond. Nou, dit komt natuurlijk wel van onze favoriete series. En ja, oh Soep God. Sowieso. Je had een voorbeeld van Soep. Soep in India was het volgens mij. Ja. Had je ook een titelsong en een magisch avontuur. Ook heel grappig. Was echt een van onze favoriete nummers. Ja, echt geweldig. Was dus ook in Soep een jongen en die heette Bastiaan. En die was verliefd. En oh mijn god, dit liedje. Echt, die had het zelf geschreven. Let maar op, luister even. Oh my god, wat is deze tekst? Ik denk al heel lang niet meer aan morgen. Mijn hoofd is niet waar, mijn voeten gaan. Ik loop al een tijd. Als je naar de tekst luistert, dan lijkt het echt alsof die vent echt zwaar depressed was. Gewoon. Ja, eigenlijk wel. Goed, het is wel een beetje een lullig liedje. Oké, okay, maar Huis Anubis, wat was daar toen? Ja, Huis Anubis was ik ook helemaal fan van. Jij ook. Ja. Dat was ook zo'n liedje. Hij. Want hij is het mooiste wat me ooit is overkomen. Speelt de hoofdrol in mijn allermooiste dromen. Heeft geen weet van zijn betekenis voor mij. Nou, dat waren dus onze liedjes met herinneringen. Wat was het grappigste waar je ooit als verkleed... Hè? Wat is het grappigste waar je ooit... Moeilijk is het, hè? Wat is het grappigste waar je ooit als bent verkleed geweest? Wat was het grappigste waar je als je ooit als verkleed hebt? Nou, dus de vraag komt even hier in het beeld staan, want wij kunnen het niet uitspreken. Nee. Maar vertel. Ja, grappig. Ik ben gewoon een keer als zebra geweest en een keer die al dan. We gingen altijd naar Avifauna en daar gingen we dan zo'n verkleedoptocht. Ja, dat was met carnaval. Doen. Ja. Ja, met carnaval. En toen ging ik verkleed als heks met zo'n mooie neus en pukkel en zo'n hoed. Ik weet niet, als ik daar nog een foto van heb, komt het nu in beeld, maar... Was je toen wel verkleed? Nee. Nou! thanks. Wat is het engste wat je kan herinneren als kind? Nou... Dat was echt wel toen wij samen waren met de pop Anita. Ja, want vroeger was... Ik slaap nu op zolder, maar vroeger was dit gewoon nog een andere kamer. En toen konden wij hier wel eens gaan slapen, want het was heel cool natuurlijk. Ja. En er was ook een pop hier. En hoe noemden wij die pop? Ja, die pop heette dus Anita. Ja, het was zo'n, een looppop. Ja, zo'n naakte looppop. Als ik een foto kan vinden, komt die hier even in beeld. Maar die pop, het was gewoon, ik weet niet waarom, nou, het zo echt vond. Ik vond die echt heel erg eng, ik weet ook niet waarom. Dan hebben we nog een andere herinnering die we even met jullie wilden delen, want... Wij gingen vroeger altijd naar de camping. Kiki stond op de camping en daar ging ik wel eens mee. En daar deden we altijd mee aan alle playback shows. Hebben we een keer een prijs gewonnen? Nee, we waren altijd tweede, maar dan heb je eigenlijk gewoon niks gewonnen. Nee, want dan gingen we altijd K3-liedjes doen. Weet niet, maar we hadden wel hele rare danspasjes. We zaten ook op dansles die tijd. Ja. Van onze dansdocent, onze Lonneke. Lonneke, en die noemden wij Lonneke Ballonneke. Maar dat was niet zo leuk daar. En die vrouw zei altijd die beweging... Zeemdramen. En ook nog chips. Wij deden ook een keertje mee aan een andere playback show hier in de buurt. En toen gingen we chips dansen. En ik kon nooit dat dansje. Weet je dat dansje nog? Ja, 101 Night. Kan je dat nog, dit? Ja. Hoe, ik snap sowieso niet hoe. Hoe kan het nou weer? Zoiets. Nou ja, laten we dat maar lekker over aan Lonneke, jongens. Laten we dat aan Lonneke over, inderdaad. Dan denk ik dat dit nu de video was. Ik hoop dat je het leuk vond, Kiki. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het heel grappig. Ik heb echt te veel gelachen. Pijn aan mijn spier, lachen. Dingen of zo. Binnen je kaak. Mijn kaak. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om te zien. En dan zou ik voor nu zeggen bedankt voor het kijken. Abonneer allemaal op Mandy's kanaal natuurlijk. Oh, zo lief. Mandy de beste. Yes, hey, dank je. En vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren als je nieuw bent. En bedankt voor het kijken. Doeg! Zo dan.
Ik wil hier maar gewoon een lachcombinatie aan maken. Hey allemaal, ik ben Melanie. Ik moet weer lachen. Hey allemaal, vind ik heel grappig of zo. Opnieuw. Nee. Kiki de kiwi. Kijk, iets een nieuw soort fruitvijl verkopen sinds 1989. Ze is te vinden aan de bomen in Spanje en ook aan de struik in Portugal. Kijk, nu merk dus hoe raar ik eigenlijk doe.